je eigenlijk kijkt naar Ed Carpenter in de afgelopen twee seizoenen, zijn ze met het fulltime zitje van Piggott 2x14 geworden. Ja, daar ga ik niet voor. Daar ga ik niet voor. Dus, maar ja, nu al 2 keer snelst in een test. Ook in Kota stond ik echt voor grote jongens. Ook de compensator stond gewoon achter me. Dat zijn niet zomaar jongens die, of ja, mannen, mm-hmm. die in het middenveld of achteraan rijden. Die rijden gewoon altijd, die rijden altijd vooraan. Dus nou, dat is gewoon goed om daarvoor te staan. En het is een beetje moeilijk iets zeggen van die testen. Dus nee, Sint-Petersburg is een goed circuit voor mij. Goede overwinningen daar gehad. Dus ik kijk er naar uit om, ja, om gewoon daar te knallen in de IndyCar. Ik kan me nog een persbericht herinneren waarin het zelf stond: idealiter gaan we terug naar Victory Lane. Ja. Dat klonk mij destijds vrij optimistisch in de oren. Maar heb jij na die test echt het vertrouwen en het gevoel dat het kan in 2020 al? Ja, zeker weten. Het zal nooit makkelijk worden, zeker niet. Ik moet keihard rijden. En ja, mijn droom is toch wel om 2020 te verlaten als IndyCar racewinnaar. Dus het zal niet makkelijk worden, maar ik doe er alles voor en hopelijk wordt dat beloond. Ja, en heb je dan nu al bepaalde banen, ook vanuit jouw ervaring, dat je denkt van, die moet ik even met rood omcirkelen. Daar heb ik misschien wel net iets meer kans dan op andere plekken. Sint-Petersburg is het team in het verleden heel goed geweest. Toronto, stratencircuit, hou ik zelf van. En het team heeft er ook races gewonnen. En Rood-Amerika is gewoon mijn favoriete circuit. Dus ja, ik kan niet wachten om daar met die IndyCar te gaan scheuren. En natuurlijk, wat in Nederland denk ik het allermeeste leeft qua evenement, Indy 500. Hoe ja. kijk je daar nu? Het is nog ver weg, ik weet het. Maar toch, het begint al een beetje te kriebelen, denk ik. Hoe zit dat bij jou? Ja, het is wel echt het hoogtepunt van het seizoen. Dus iedereen kijkt daar het meest naar uit. En de teams doen echt het meeste werk richting de 500. En nou, dat is heel spannend. Het zal ook een hele drukke maand worden. Alle testen, mediaverplichtingen ook. Maar nou, ik ga er echt volop van genieten. Want het is een ervaring die niet iedereen mee zou kunnen maken. Is dat dan op voorhand ook voor jou, bij jou het hoogtepunt? Hetgeen waar je het allermeest naar uitkijkt? Ja, toch wel. Ja, er komen een hele hoop Nederlanders nu al. Heb ik gehoord. En ja, het wordt gewoon echt een spektakel. En ik kan niet wachten om ook met een competitieve auto, want ik weet dat de auto van Ed Carpenter competitief is. Ja, om daar gewoon mee te rijden en hopelijk mee te strijden voor de overwinning. Als we hier eind 2020 weer zouden zitten, wanneer zou je tevreden zijn? En wanneer zou het echt ultiem geslaagd zijn? Als het echt ultiem geslaagd zou zijn, echt, ja, echt precies een perfect seizoen, zou echt een top 5 zijn. Dat zou echt geweldig zijn. In het kampioenschap. In het kampioenschap. En ja, in ieder geval een overwinning aan het eind van het seizoen, dat is toch wel een must. Dus daar ga ik keihard voor werken en ja, dat moet ik gewoon realiseren. Ja, klinkt goed. En dan heel Nederland vol steunen en vol achter Remus. Tuurlijk, daar gaan we voor en ja, we gaan er een topjaar van maken.